leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Mijn naam is Eva en het is bijna donker. Dus dat betekent dat ik zo direct onderweg ga naar Versfest. Yay! En ik heb Nicole net gevonden. En Jeroen die komt straks nog eventjes gezellig. En we hebben er zin in. Woehoe! En vergeet morgenochtend niet naar de lezing workshop een YouTube kanaal maken als je een veganistisch YouTube kanaal wil maken. Om 10:30. Half zaterdag. Yes. Hey. Ja, en Jeroen is natuurlijk ook weer gezellig van de partij. Tegemaan. Hier gaan we naartoe, volgens mij, als ik goed informatie heb gelezen. Gewoon links om de hoek. Meteen om de hoek, links om de hoek hoor ik hier zo. Hoi, lieverd, hoe heet je kanaal? Vega Hippie. Yay! Nieuw. Subscribe! Subscribe en bekijk. Die papi. We hebben er zin in. Hier kijk, heb je geen zin in gemalen goede ogen en varkensbenen. Dus gewoon dat, dat ik mensen dan nog een beetje bewust maak van dat ik niet echt van shit te eten. Nu verder doorblazen. Ja. En wat is je favoriet? Dit vind ik echt een favoriet. Burgers natuurlijk. Zo lekker. En deze. Oh ja, dat is nooit vanaf, hè? Echt, dit is echt de beste voor kerst of zo. Voor echt een etentje dat je mensen krijgt. En qua. Het is voor van alles en nog wat. Ja, inderdaad. Wat zeg je? Het is voor van alles en nog wat, toch? Het zijn niet alleen maar lekkere dingen. Nee, het is echt voor dingen. Nee, het is voornamelijk gezond. Allemaal heel fris. Nee, het is voornamelijk gezond. Maar ook zitten een paar bad boys in die gewoon. Die heb je soms nodig. Einde, hè? Ja. Oké, nu zit je nou, hè? Tuurlijk. Ik ben niet van kom. Jawel. Wie nu bij wie zit, ik wil even zeker zijn dat iedereen bij het juiste team zit. Ook even horen, team nummer 1. Waar zit die? Die is er klaar. Team nummer 2. Vier rondes. Elke vraag is 10. Elke ronde is 10 vragen. Voor iedere vraag kan je 1 punt krijgen. Er zijn ook schattingsvragen. Afwijken, dan heb je een punt. 20% afwijken, dan heb je een half punt. Ik weet niet of ik te verstaan ben, maar ik heb ondertussen Sophie gevonden. Check Sophie Sparkles. Ja, Sophie Punt Sparkles. Sophie Punt Sparkles, ik zal die onder zetten. Ja. Hopelijk is het te verstaan. Check het niet. En check het uit. Ja. Hoi.
Maar lieve mensen, dit is Astrid van Shop Zuiver. Ja. Ja.